Een belofte van president Bouterse is nagekomen te Bronsweg. President Desiree Delano Bouterse deed in 2018 de belofte om het verzoek van verantwoordelijken van het MinOWC, de directeur van Milo Brokopondo en de districtscommissaris Frederik Venissi na te komen. Dit verzoek hield in het bijbouwen van lokalen voor het meer uitgebreid lager onderwijs te Brokopondo. Gezien de urgentie voor de plaatsing van Milo-leerlingen is toen in samenspraak met de verantwoordelijken van het MinOWC besloten met spoed de in aanbouw zijnde vleugel van OS Bronsberg af te bouwen. Zodoende kon aan de leerlingen van Bronsweg en omgeving de mogelijkheid worden geboden om het onderwijsproces zonder stagnatie te volgen. Op maandag 29 januari 2019 vond de ingebruikname plaats van Dependence Milo Brokopondo te Bronsweg. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.